Nu ben je door naar de halve finale. Mm-hmm. Wat gaan we nog meer zien? Ja, ik denk eigenlijk dat ik Sandy wil doen. En wat is Sandy? Welk liedje is dat? Uit Grease. Grease? Ja. Aha. Ik heb misschien wel iemand die je daarbij zou kunnen helpen. Wacht hier. Mathieu! Toen Tim binnenkwam, buiten kwam lopen. Vriend? Ja, toen dacht ik wel, wow, cool. Ik ben Tim. Ik had er wel een beetje op gehoopt. Tim Douwsma is een multitalent. Naast acteren en presenteren kennen wij hem natuurlijk allemaal van de musical Grease. Wat heel belangrijk is bij liedjes uit musicals natuurlijk dat je je goed inleeft in de tekst. Eigenlijk ben ik ook ontzettend verliefd op Cindy. Ben je nu verliefd? Ja. Oh, ben je verliefd? Nou, als je nou dat gevoel meeneemt in het liedje, als je nou denkt, wat, hoe heet zij, hoe heet het meisje? Brit. Brit. Sandy is gewoon jouw Brit. Snap je? Dus je gaat nu helemaal dit liedje speciaal eigenlijk zingen voor Brit. Oh Sandy, oh ik ben ergens, handen los. Weet niet wanneer of waar. Niet wiebelen, niet wiebelen. Oh ik ben staan, goed zo. Ergens zijn wij weer bij elkaar. Wat me vooral opvalt bij Mathieu is dat hij een waanzinnige stem heeft. Dat zit er allemaal op, hij kan alles halen. En we hebben vooral gewerkt met hem ook aan de tekstbeleving. Vraag ik me af en waarom, waarom, waarom. Jij begint. Houd bij je, houd bij je. Oh Sandy. Yes! Oh Sandy, oh ik ben ergens. Weet niet wanneer of waar. Heel goed. De tekstbeleving pikt hij heel snel op. Ah, Mathieu man, ik ben wel trots op je zeg. Hoe oud ben je nu? 9. 9 jaar? Ja. Denk jij dat ik dit had gedurfd toen ik 9 was? Nou, echt niet.